Ja, ja, mensen, we zaten hier even te chillen en we hebben daarnet beneden de kraker gezien. Allee, ja, ik heb hem niet gezien, maar... Yes, ik kan hem gezien, hij is even naar binnen. Nice, nice. Ik denk er binnen niet geraken, maar het is like, toch gelukt. Dus. Woe! Oh, fuck. Het was juist een flik op de velo, ik zweer het. Ja? Ja, ja, ik zweer het. Oh, shit. Voor de eerste keer in mijn leven ben ik te vroeg op station. Speciaal voor mijn drone hier nog een keer boven te halen. En rijdt hier politie. Check die shit. Daar. Rijdt hier politie. Ik moet me wel stil houden, maar ik vind het echt fucking knijters. Straks gaat hier een super grote zwerm afkomen. Er gaan hier echt fucking veel toeristen toekomen en klokken. Dus ik zou zeggen, mensen, let's go. Super nice om te zien hoe dat de herder zijn schaapjes hier begeleidt. Er is ook een zwart schaap, dat is echt gewoon die shit. Ik heb die shit al een paar keer gezien, maar nog nooit toen ik vlogde. Dus nu kan ik het gewoon met jullie delen. Holy shit, holy shit. Ik weet niet of jullie dat laatste hebben gezien, maar dat was gewoon die hond dat blafte en die kudde samenhoudt. Die herder heeft eigenlijk die hond opgeleid om die kudde samen te houden. Dat is echt super vet om te zien. En ik dacht vroeger, dat bestaat niet in het echt, maar ik zag het gewoon ooit een keer aan de Blaarmeer. En dat is exact dezelfde dude, dus nu kan ik het met jullie doen. Ik ga nu naar de graslei. Ik heb afgesproken met de homie Sander van Tomme. Ik zou zeggen, let's fucking go. Nice. Thank you. Ew. Dag, je moeder. Alles goed? Chill. Mijn jongen? Ja, fuck, ça va. Ja? Ja, gisteren... Eer gisteren een boete gekregen, kerel. Echt? Ja, voor wat ik vrije dag doen. We in een tegenrichting met mijn velo voor zo kort mogelijke weg naar mijn kot te gaan. Yes, yes, yes. Ik heb hier een super lekker burgertje gekocht. De camera draaien. De quinoa burger. We gaan een keer kijken. Vol heeft niet aangevuld staan voor de maand. Check die shit. Lekker hè? Ik weet het niet, ik kan alleen maar die tekst. Ik vind het wel een heel rare zaak, want de bruine broodjes zijn niet vegan. En de witte broodjes wel, ja. En in de Albert Heijn is dat ook zo, kerel. En ik kan ook een keer ook dat bruine broodje pakken. Weg met de vuilbak. Pakken een aantal dingen op vanuit. Slechte reclame voor Tasty World. Ze hebben de homie Sander van Domme proberen vergiftigen. Ja, met een vegan broodje. Ik heb de vorige keer gevraagd welke broodjes zijn vegan. En dan zei hij die en die. En ik zeg ja, pak maar die. En dan heb ik dat broodje gekregen. En dat was ook in zo'n bruin broodje. In zo'n broodje dus. En dat is blijkbaar niet vegan. Dus ik ben niet meer vegan nu. Slechte reclame voor Tasty World. Maar die shit is echt goed. Het is net beef. De goal voor vandaag, waarschijnlijk voor vanavond of binnen een paar uur, want er is nu controle, is voor op die toren te gaan. Jullie zien het.
super nice, die toren. Hallo. Dus je ziet wat we gedaan hebben, kijkers. We hebben dat hier subtiel al opengezet te hangen. Yes, yes, yes. En, ja, het hekken hebben we hier in de lucht gezet. We gaan zo gewoon naar binnen en we moeten dat gewoon als de bliksem doen. Want we kunnen effectief echt gepakt worden. We kunnen hier echt gepakt worden, elk moment. Gaat het? Yes. Wow. Ik mag mijn heup niet op de grond steunen. Holy shit, mensen. Dat is hier echt spannend. Oeh, hier is er water, hier moeten we opletten. Stof is hier aan het stuiven. Ik heb het nog nooit meegemaakt. De mensen komen op stoffen. En nu? Vet, hè? We zijn hier net toegekomen, vlakbij onze goal. En dat is op dit torentje klimmen, helemaal naar boven. Super vet. Het is hier echt een zot gebouw, want het hebben hier allemaal clochards gezeten. Geen idee wat dat die smurrie is. Ik ga er zelf niet aankomen. Er zit misschien heroïne of zo. Je weet dat nooit. Roze vlekken op de rand. Echt ranzig. Wow, vet. Dit is vetter, hè? Ja. De krakers zijn alive. Deze zelfs dat kriek de kraker aan die stroom. Er liggen hier echt overal spullen, holy shit. En het stinkt hier gewoon als strand. Het ligt daar gewoon een drol. Check die shit, mensen. Wow, yo. De clochards zijn hier duidelijk alive. Stuff. Tonnen. Ze zijn hier bezig met drugs. Fuck. Dat is geen fabeltje, misschien komen we hem nog tegen. Ik heb er een foto van, dus. Welkom in de kelder van de troep. Misschien dat dan als titel: Kelder van de troep bezoeken. Kelder van de troep. Oh, dat is zo erg. Is dat safe? Yes, we zijn binnen. Dat was echt een missie. Die plaat was flinterdun. Eigenlijk konden we langs hier ook. Ah oh ja, nee, dat ging niet. Dat ging niet gaan. Het is hier dus een oude brandweerkazerne. Hier hebben we de paal. Holy shit, jullie kennen het. De paal van de brandweer. Nice. We gaan hem straks misschien gewoon een keer naar beneden slieren. Ik weet het niet, is dat veilig, denk je? Bij jou. Ja? Dat zou ik kiezen. Hoe diep is dat? Ja, heel diep, hij doet 4 meter. Oh, dat eindigt daar wel. Ja. Nou, dat ga ik doen. Ja? Oh, ik vind me echt uit als die shit stevig genoeg is. Ja. Denk het wel. Het is alleen aan het wegrotten aan de muur. Oké, mensen, let's go. Wow. Yo. Oh my god. Die shit is zo leuk. Hier hebben we de toren. Het ziet er echt moeilijk uit voor dat te bereiken. Oh. We zijn nog op zoek naar een iets safere plaats, want we willen ook niet dood. Safe, man. Zeker, ik wandelde daarop en dat kraakte ik gewoon. Ah ja, maar dat is hier niet veilig. Die ruimte is niet veilig, sowieso niet. Onmogelijk. Ah, geluk. Staat hier een ladder? Echt? Ja. Kun je hier gewoon naar boven? Ja. Hier kun je op dat dak? Ja. Holy shit, we hebben de weg gevonden naar het dak. Echt? Wat? Dat lukt toch, hè? Ja. Oh my god. Nice! Holy shit.
We zijn op het dak. Wow. Check hoe mooi dat hier is, alleszins. Mijn hart slaat hier echt een keer. We moeten wel oppassen, daar kunnen echt onze mensen zien. Ja. Ja. Ja, kijkers. Benoit is hier hard aan het klimmen. Oh, en hier? En de volgende stunt is dat hier. Holy shit, mijn hart slaat op hol. Maar dat is wel tricky, want dan er iemand die ons niet ziet. We zijn alles is al op het dak, dat is wel belangrijk, toch? Ja. Ik denk wel kunnen missen met die brandtrap. Met die brandtrap gaat er niks mislopen. Oeh, ik vind het echt eng, man. Wat, we staan hier op een oud gebouw, doe het niet vergeten. Nee? Maar ja, als je hier staat, kun je er niks gebeuren. Ja. Dat is waar, hè? Ja, ik ben hier aan het trippen. Ik... Mooi ben je. Ja, echt. Mat. Nee, ik ben er echt niet goed van. Nee? Maar zet u even. Ik ga dat ook doen. Goeiedag kijkers, reporter van Tomme hier weer. Ik ga even kijken hoe het vlot met de ladder. En dan kom ik straks weer bij jullie terug. En? Nou ja, we zien hier geen trappen meer. In die toren. Het is puur via die brand, hè? Ja. Oh man, ik krijg hier de slappe lach van de stress. Even serieus blijven, want dat is echt creepy as fuck. Is dat echt zot? Holy shit, mensen, dat is niet meer normaal wat wij doen. Dat is echt niet meer normaal. Ja, kijkers. Reporter van Tomme is hier terug. Met een klein verslagje over de brandtrap. Het was een stevige brandtrap. Ik had er een goede ervaring mee. En hij heeft me uiteindelijk hier gebracht. Het is hier een prachtig zicht. Is het echt de moeite? Reporter Benoit zal zo dadelijk bij mij komen. Ik ga de camera niet meenemen, want dat is iets te riskant. Ik heb geen één weg voor hem gewoon. Deftig op die ladder te kunnen meenemen, maar ik ga wel naar boven en ik ga mijn drone al in de lucht steken en ik ga mijn afstandsbediening gewoon in mijn zakken steken. Let's go! Yo mensen, ik maak hier toch nog een vlugge shot met mijn gsm. De drone is daar aan het vliegen. Sanne van Tom is hier ook. We zitten echt op de top dat we gewoon bereiken. Ja. Nice. Ik denk er binnen niet geraken, maar het is like, toch gelukt. Dus. Woe! Oh fuck. Oeh, het is echt eng. Check die shit. Oeh, holy shit man. Zot. Okay, ik ben echt aan klaar stuk. Voor, klaar voor terecht te gaan zeker? Ja, eigenlijk wel. Yes. Yo mensen, we zijn terug op het veilige terrein. Nu moeten we juist nog naar daar, via de kutladder, naar beneden. Maar dat komt allemaal goed. Eerst nog wat nootjes. Smakelijk. Thanks. Moet je ook wat noten hebben? Ja. Merci. De beste nootjes zijn nog altijd cashewnoot. Ja, mensen, we zaten hier even te chillen en we hebben daarnet beneden de kraker gezien. Allee, ja, ik heb hem niet gezien, maar... Ja, dus ik heb hem gezien, hij is even naar binnen. Hij ziet er super marginaal uit. Volgens mij is hij er nu terug. We zijn niet gesnapt. Toen zei dat we nu nog gesnapt werden. Super vet. Check die shit. We gaan onze clean weg doen, waar we ervan gekomen zijn. Ja, weet je, nu kunnen we ons niks meer maken. Nee. We zijn lekker aan het weg. Het is zeuren. Hey, oh, nee. Het was al juist een flik op de velo, ik zweer het. Ja? Ja, ik zweer het. Oh shit. Het is wel aan het weg. Maar we
Gaat die weg? Ze is weg. Ik kom nu wel echt weg. Nee, die zit gewoon achter de gordijn. Nee, nee, nee. Rap, 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 rap. Wil je help hebben? Nou, alsof. Ja. Zeker? Ja. Wacht, hè. Macht, hè. Ja, merci. Nice voor jouw stijl. Ja, nice dude. Thanks. Dit was echt grappig. Er kwam dus net een politie op zijn fiets gereden. Toen we echt 2 meter van de uitgang waren. Wij ons bukken in de straten. En dan kwam er ook nog een super chille dude ons halen. Yes, yes, yes. Nu nemen wij gewoon de fietsen terug en we zijn weer weg.